zon stond, werden twee godenkinderen geboren. Had ze dat nu goed gehoord? Verboden die boeren haar nu om van dat water te drinken? Wat water kan toch nooit privaat bezit zijn? Water is toch net zoals de lucht en de zon van iedereen? Ready. 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 Daphne! Op een warme, luie dag, zoals er in de zomer zoveel zijn, lag het hert uitrusten in de schaduw van een oude, grote eik. Cyparissus, die oefende met zijn speer. Het mooiste hert van het hele bos is wel dood. Als dat mooie hert niet meer door de bossen kan draven of zijn dorst kan lessen aan de zuiverste bron of kan uitrusten in de schaduw van de hoge bomen. Want in het woud wordt ze gebeten door een slang. Ik wacht.